kom maar in de keuken, want de hondjes krijgen per hond een lekker grote blik. Een hele goede morgen allemaal, welkom bij deze gloedje nieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij, gelukkig wel. En het is vandaag maandag 29 november 2021. En het is nou, zoals je kan zien, bijna 11:30. Ja, en ik sta in de keuken, maar niet zomaar in de keuken. Wil je meer weten? Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en... met alles wat we gaan doen. Zoals jullie dus zien, net ook in de intro, sta ik dus in de keuken. Maar ik sta niet zomaar in de keuken, want de hondjes krijgen per hond een lekker grote blik. Ja, en er kan waarschijnlijk eentje dat niet helemaal op. Zo gezegd, zo gedaan, mevrouw Tweekleuroog. Die gaat het niet helemaal opkrijgen, dat weet ik nu al. Oeh, wat bezielig. Ik weet niet of je dat hoort. Dat is mevrouw Lof. Dat is Lady. Dat is Lady. Eens even kijken. Die, nee, moet deze even gewoon even hebben. Hartstikke mooi. Als het wil, wat ik wil. Nee, dat wil dus niet. Nou, ik krijg de hikkerikketikje over hier. Dus even kijken. Dan pak ik deze. Zo, nou dan doe ik het gewoon even zo. Voordat ik mezelf dat iets uit ga doen. Dat willen we ook allemaal niet. Hier zit groentjes in, ladies. Hier zit groente in. Zal ik het een beetje verdelen over elk? Nee. Hè? Ja, want hier zitten groenten in. Wortels, lady. Kijk, ik ga het wel even alle drie lekker verdelen. Krijgen ze alle drie hetzelfde, zeg maar. Jawel. Omdat ik dat zeg. Kun je lekker zo meteen lekker stinken. Zo, dat is blik 1. Ja, jij krijgt ook zometeen, schat. Wauw. Zeg maar, we krijgen niet genoeg van vrouwtje. Nee. Zo. Krijgen we allemaal een opgeblazen buitendoor, hè? Ja. Oh ja. Ja, maar mama, we krijgen ook niet genoeg. Nee. Oh, heer, kind. Och, ik heb het zo met je te doen. Nee, ja. Nou, deze gaat dus niet werken. Ah, hier zit ook pasta in. Dat is mooi. Hé, hey. Dat is handig. Zo, kijk. En hier zit pasta in. Vandaag zeg. Ja, jij ook. Zo. Lekker een volle bak, zeg maar. Oh, jij krijgt zo'n schatje. Ja, omdat ik dat zo met zo zeg. En ik krijg nog een beetje salmolie.
Ja, dat is heel goed voor ze. En Lofli en die kunnen al niet meer wachten, joh. Echt. We hebben nog knoflook in de koelkast trouwens. Ja, die hebben we ook nog. Ja, maar niet heel veel meer. Oeh, nee, die gaat weg. Die gaat weg. Serieus, die is niet lekker meer. Nee, die gaat gewoon weg. Nou, dan hebben we dus geen gepeste knoflook meer, maar dat maakt niet uit. Zo, ik ga het even aan ze geven. En toen waren ze lekker alle drie lekker aan het smikkelen. Moet je eens kijken hoe lief ze er ook bij ligt. Gewoon gepropt. Oh. Kussentjes om je heen getrokken. Is je lekker, hè? Lekkere meisje. Zeg maar, we zijn moe en voldaan. Ben je nog steeds een beetje natjes of niet? Een klein beetje wel. Nog bij een kooitje moeten zitten. Dat je een maaltijd kreeg. Ja, en hier hoef je niet in een kooi te zitten. Nee, in de bench. Wat is dat? Een maaltijdzakje. Grote blik. Zoveel dat je niet meer op kan. Nee, de baas gaat werken, schat. De baas gaat werken, schatje. Ja, de baas, ja. Wel waar. Hi, lig je zo lekker, schatje? Lig jij zo lekker bij vrouwtje? Lig jij zo lekker bij vrouwtje? Lekker te kroelen. Lig jij dat zo lekker dan? Ja, ik zit even in een dubio, mensen. Het is nu al 10 voor 6. Ja hoor, 20 voor 6. Ja. Maar ik wil eigenlijk heel graag van zometeen een tosti. Maar ik heb geen ham meer. Nou, dan moet ik nog eerst mijn schoenen weer aandoen. Mijn jas aandoen. Moet ik de dames weer op de gang doen. En dan moet ik door die prutskou en door die prutsregen. Ik heb mijn gezin in. Maar dan moet ik ook vanavond met mijn hondjes. Dus, nou zit ik te dubben van zal ik nou naar de winkel toe lopen of niet. Het is al donker. Wel waar. Dus ja, en ik lig zo lekker.
Maar wat zullen jullie doen? Maar waarschijnlijk hebben jullie al een tip van, hey Joka, ga gewoon. Dat ligt ook lekker erbij ook, hè. Ja. Zal mama gewoon maar eventjes naar de Hoogvliet lopen dan? Hm? Even ham halen. Ja. Ja. En gelijk eventjes een cadeautje voor onder de boom en voor tante Laura. Ja. Alleen dat mag ze nu en nu nog niet uitpakken. Nee. Zal ik dat maar gelijk even meenemen dan? Hm? Ja. Zal ik dat dan gelijk maar even doen dan? Toch maar even doen dan. Toch maar even doen dan. Kijk, leg ze helemaal lekker lang uit. Oh ja, kom dan. Kom dan. Mevrouw Piepstra, kom. Ja, nou, dan loop je maar over, lady heen. Nou, doe normaal. Lovely, kom maar. Ja, yeah, lof. Yo, lovely, kom. Nee, geen zin in. Doei, mazzel. Dag. Nou, ik heb toch even lekker naar mezelf geluisterd. Ik ga toch eventjes ham halen. En nog wat even andere dingetjes voor de bezoek morgen. Maar dat gaat lekker onder de boom. Ik ben slim, ik ben handig. Dus, en ook lekker verstandig. Ja. Dus ja, dan ga ik even lekker... Dus nu even naar de hoog. En dan even kijken wat ik kan scoren. Ja, ik heb tasje mee. Van Blokker. Ja, en dan ga ik boodschappen doen en bij de Hoogvliet. Ja. Handig toch? Ja, erg handig. Dus ik ga nu eventjes boodschappen doen. Het is nu 6 uur. Dus ik heb nu nog 2 uur om mijn boodschappen te doen. Dus, maar dat komt wel goed hoor. Ja, degelijk. Zeker wel. Zo, ham heb ik sowieso al binnen. Heb ik gehaald, heb ik gekocht. Eén pakje met ham. Ik zat eerst eventjes in het dubieuze van, zou ik nou een blik halen of gewoon een pakje die al gesneden is. Maar ik had zoiets van, ja weet je, om nou nog alles weer in zelf te gaan snijden, ook geen zin in. Dus ik heb gewoon een pakje gehaald. Ik wou net zeggen een bakje, maar ja, zo, ik kom niet uit. Maar kan jullie begrijpen wat ik bedoel, toch? Ja. Dus ik ben nu alweer onderweg naar huis. En dan ga ik daar mijn soepje weer opwarmen. En een lekkere tosti. Ik heb daar zin in. In een tosti, ja. Ja, in een tosti. Dus, en nog wat dingen inpakken. Dingen, ja, zeg maar top. Dus dat ga ik even doen. En nog lekker tv kijken, lekker hangen. En misschien eventueel deze week richting Rozenwerk lopen met de honden. En dat is dan 3 uur lopen. 3 uur en 13 minuten. Ja. Als je er maar zin in hebt, ja, waarom niet? Ja, toch? Ik ben mijn soepje weer lekker aan het opwarmen. Lekker, lekker, lekker. Heerlijk. Maar, ik zit ook niet stil. Ik heb hier 3 broodjes. Dan ga ik er nu 3 roepen. Lady, Beauty en Lovely. Lovely, die zit hier namelijk. Dat is niet zo heel moeilijk. Kom eens hier. Hij, zitten. Met je dikke kont. Jij ook zitten met je dikke kont. Zitten. Lady, kom eens hier. Love, kom eens hier. Zitten. Goed zo. Eerst Lady. Dan Lovely. Ja, doe maar. Is van jou. Lady. Nee, los. Die is niet van jou. Zo. En dan is deze voor jou. Goed zo. Lady, pak dan. Hier, kijk. Hier, alsjeblieft. Pakken. Is van jou, schat. Goed zo, pakken. Kom dan hier, kom. 1, 2. 1, 2. Zo, kijken, appen. Kom hier, leed, pakken. Kom eens hier, pakken. En naar de woonkamer toe. Hobbelen. Hobbelen, hobbelen. Goed zo. Ik heb namelijk lekker zin in een lekkere tosti met soep. Dus, wat ga ik dus nu maken? Een tosti. Met uiensoep. Ja. Waarom ook niet? Ik denk, ik doe lekker schek. Ik ga lekker tosti maken. Waarom ook niet? Dus dat ga ik nu ook lekker doen. Ik zie niet. Lekkere tijgerbrood, wit brood. Dat is gewoon het lekkerste, tijgerwit.
Zo, even gewoon lekker even proppen. Ja, proppen. En dan doe ik even mijn tosti-ijzer even aan. Ja, ik moest even denken. Tosti-ijzer. En ja, hoe heet dat ook alweer? Tosti-ijzer. Zo heet dat. En dan ga ik even mijn broodje smeren. Ja. Broodje smeren. Ja. Altijd boter op. Waarom weet ik niet, maar ik vind het gewoon lekker. Ja. Boter erop. Lekker. Waarom ook niet? Een beetje mezelf weer een beetje verwennen. Ja. Was het lekker, wijfie? Hey. Ja, was het lekker. Dat is mooi. Dus. Dan ga ik even mijn kaasschaaf schoonmaken. Dat moet ook gebeuren. Hè? Die was schoon, alleen. Die had ik weer per ongeluk bij de afwas geknald. Dat is niet handig, maar. Hij is schoon. Zo. Dan heb ik hier mijn kaas. Kaasje. Mijn kaasje! En dan ga ik kaas schaven. Ja, plakjes kaas maken. En dan laat ik het zo meteen zien. Als mijn tosti. Nou ja. Als ik mijn broodje al klaar heb. En dan als hij dus zo meteen weer uit de tostiapparaat komt. Ja, dat ga ik zo meteen sowieso doen. En zo ziet mijn tosti er lekker uit. Ja, lekker. Lekker dik. Heerlijk, hou ik van. Nou, dan gaat deze alvast open. Dan komt de walm al vanaf. Nou, dan gaat hij erin. Zo. Ja, nou is hij lekker. Lekker, 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 jongens. Oh, heerlijk. Bordje erbij. Zo. Oeh, kijk eens hoe lekker. Nou, die ga ik even snijden en door de midden. Jo. Jo. Ja, 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 ik ben er weer. Ja, zeer zeker, de hypotheker. En ik lig nou eens een keertje lekker niet op mijn bed. Nee, zoals je ziet zit ik lekker voor mijn twee beeldschermen en naast mijn computerkast. Ja, hoe toevallig. Maar ik ga deze vlog wel gezellig met jullie samen afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren, want dan blijf je op de hoogte. En ook als je het belletje aan doet, zeer zeker. Elke dag om 2 uur een gloednieuwe vlog. En laat ook een leuke reactie achter. Dat zou ik leuk vinden en dan krijg jij een hartje terug. Hé, hey, dat is nou een goede deal, toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken en graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Laters.